Are you ready for the mystery beer? Hey, ja, het eerste mystery beer. Ja, ik ben review. Ja. Tenminste, we reviewen twee waarschijnlijk vanavond, maar ik denk dat ik deze als eerste upload. Maar ik weet me nooit, dus als het anders is, dan... Een disco-sfeertje zo met die... Ja, ja, ik heb niet echt dichte glazen. Huh? Huh? Dus ik wil, huh? Ja, dus ik dacht, stenen. Briljant. Okay. Ja, sorry. Steen in je lijf? Steen in lijf, van Peachy. Met een disco-glaas. Oh. Okay. Ik dacht dat hij de man wel appelsap deed. Steen, okay. Steen in zijn lijf. Dat hoop ik niet. Hmm. Wat is nou zo bijzonder hieraan? Ja, de eerste... Het eerste mystery beer van de Beeromaniac. Ja, even die sticker goed laten zien, want hij heeft hem niet voor niks omgedaan. Ja, toch. Ja, ik heb een pakketje gehad van de Beeromaniac met maar liefst 12 verschillende bieren. Waarvan onder 10 mystery beers zijn en 2 gewoon normaal. Ik ga ze allemaal reviewen, alle 12. Het idee is om ze iedere... Nou, rustig maar. Ja, sorry. Hij vindt het al saai en ik, wat blijft dat bier? Nee, maar ik wil het even uitleggen. Ja, het idee is om deze iedere 2 weken up te loaden. Dus dat wil zeggen de komende 24 weken. Hé, hey, lekker toch? Okay. Dus als je het nou kijkt, het is zomer. Nee, ligt niet aan mij, hè? Ligt aan jou. Nee. Maar, sorry, Frank van... Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. Dat moet nog een keer. Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. Ja, inderdaad. Die, ja. En we hebben helemaal niet veel op. Hoe kom je erbij? Nee, we hebben echt niet veel bier. Ja, drie lichte bieren. Ja, daarom. Ja, ik ben benieuwd. Dankjewel Simon van de Beeromaniac. En dan ga ik iedere review weer tegen je vertellen. Dat is niet Simon. Van Stone the Crows. Nee, dit zullen we niet meer over hebben. Oh, van de zo. Real Ale Guide. Ja, ja. Nee, dat is een andere Simon. Nee, okay, deze is Simon is nou, normaler dan die, maar dat ben je al snel. Oh, ja. Ja. Hey, dankjewel Simon, ik ben er echt super blij mee. Of tenminste, wat jij in jouw woorden zei, dan moet je nog maar afwachten, want je weet niet wat het is. Oké, is goed. Hij heeft er een paar goedkopere bij gedaan, dus als ik nou... Op een of andere pitbier. Ah, Schottenbrouw vind ik nou minder erg dan pitbier ja, nog hoor. Waar, ja. Die heb ik al gelieverd, dus wat heb ik eraan? De klok, heb je die al? Is ook slecht. Ja, die heb ik gelieverd. Ja. Spannend. Oh, kut. Voor mij ziek. Ah, Nick. Oké, okay, wegkijken. Wegkijken. Ik kan niet wegkijken en inschenken. Oh, het is een lichte. We hebben volgens mij echt een fucking pils te pakken. Oh, ja, we hebben een pils te pakken, denk ik. Denk je? Okay, nee, of in ieder geval een blond bier. Misschien een zware blonde. Ja. Sorry, we kunnen dus al zien dat die blond is. Ipaatje? Dat zou kunnen, maar... Ipaatje. Ja, maar we laten het folie er gewoon om voor de gezelligheid. Oh. Nou, dat gaat nu al weg. Dan moet je het straks beter doen, dat zeg ja. Ja, oké. Okay, nou ja, het is blond, dat zei je wel. Ja, het is goed. Dat doen we straks beter, ja. Belgisch blond, denk ik dan. Zo ziet het er wel uit. Belgisch blond. Ja, want ja, aan de koolzuur te zien gaat het wel die richting op. Rustig. Dat is duidelijk een IPA. Of een session. Kan ook een session IPA zijn. Ja, maar het is een beetje zoiets duvelachtig, weet je wel. Ik bedoel, kashmirachtig. Het is geen kashmir, want die is niet een half liter, maar het is wel zoiets. Toch denk ik niet dat die Belgisch is. Het gaat echt die richting een session IPA in de aroma's, gelijk bij mij. Hmm. Heel veel ananas. En nenes. Nee. Nenes. Ja. Pijn plus apple. Is, ananas. Ja. Is ananas. Ook goed, ja. Heel depressief zomer. Simon, op jou, op de gezondheid. Ja, dat is wel een... Dit is een session IPA, dat kan bijna niet anders. Dit is een session. Ja. Dit moet een session zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het zwaar is inderdaad. Omdat ze vaak... Het is wel lekker. Ja, wat... Het is lekker bitter. Wat ik dan ook vaak bij de Beeromaniac zie, want hij heeft meer ervaring met mystery beers dan ik heb, want dit is echt letterlijk de eerste keer, is dat je ook moet raden uit welk land. Ik denk dat dit uit Nederland komt. Ja. Oh fuck. Ik denk echt dat dit uit Nederland komt. Ik heb zelfs het idee dat ik bijna het idee dat ik het eerder op heb. Eerder op heb? Ja. Maar weet je wat ik denk dat het is? Hm? Ik durf het bijna niet te zeggen. Hm?
Die IPA van de Aldi. Ja. Dat denk ik echt. Nee, ik denk dat ook. Ja. Ja, dat denk ik dus wel. Goed. En, dus die is prima. En ik weet dat Simon die ook oké vindt. Ja, daar gaan we voor. De Aldi IPA. Ja. Ja, zeker. Ja, het zou me niet verbazen. Nee, maar de eerste ook gelijk goed, hè. Ik zou me echt niet verbazen. Ik zie nog steeds niks. Nee. Oh. Het is iets anders. Wel Nederlands? Het is van Bletch Brut uit. Brut in Franconië. Ja, Frankrijk wel of zo? Frankrijk? Maar daar is het Dortmunder nog wat. Ja, Dortmunder, ja. Dus dat lijkt Duits. 5,5%. Oh, we zijn vergeten om te onderraden hoeveel procent die is. Maar een session is nooit meer dan 5. Dus dat alles weer rond de 5. Ja. Dus dat klopt wel. Maar damn. Nee, Duits. Ja. Oké. Ja, dat Dortmund. Dat is Aldi. Aldi is ook Duits. Ja. Zou best uit dezelfde fabriek kunnen komen, bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik niet. Ja. Voor mij is Simon heel teleurgesteld. Godverdomme man, ik heb er toch een shot op brouw in gedouwd. Ja, ze smaakt het toch een beetje. Ja, echt, smaakt die echt. Ja, dat is alleen maar een heel groot compliment aan Schottenbrouwer eigenlijk. Maar zo smaakt die wel. Dus die smaakt die echt. Ja. Dat is lekker. Ik geef hem 7, 3,5 op een tap. Dat is voor mij mijn eindcijfer. Wat kouder. Ja. Kouder, ja. Hij komt uit Berghok, ja. Maar hij was koud zat, maar voor zo'n bier kan hij kouder. Wil je straks, en dat kan ik nou vragen, hè. Wil je straks nog een mist? Ja, sowieso doen we nog een mist. Ja. We moeten weer een half liter doen, dan zeg je van nou, kunnen we ook een klein blikje proberen. Ja, moeten we zien, want... Ja, we hebben nog zo'n blik. Ja, daarom. Dan kan dus weer een session zijn, of een stout. En dat is het grappige eraan. Ja, inderdaad. Straks ik durf op zich wel die twee blikken aan. Ja, is goed. Want ik ken Simon een beetje, mag ik hopen. En ja, ik denk niet dat die... Wat is het uiteindelijk voor bier? Het is toch een IPA of een session? Dry hopped. Dortmunder dry hopped. En wat is Dortmunder voor stijl eigenlijk? Waarschijnlijk uit Dortmund. Ja, die snap ik ook. Maar het smaakt als een IPA, maar dan staat er niet meer zoveel woorden op. Ik zat er op. Nou, jij kijkt nooit wat erin zit. Ja, nou, dat kan ik best doen hoor. Gerstemout, hopfen en heven. Wasser. Nee, dat is geen IPA, denk ik. Blond, misschien een Duits blond. Waarschijnlijk ergens een hop die je inderdaad een ananas smaakt, wat fruitig iets. Ja, maar ik snap het wel, want heel veel Duitse dingen smaken bijna als IPA's, want die houden van hop. En ik hou ook van hop. En jij? Hop. Ja. Hoppies plat? Ja, ook lekker. We komen bij je terug. Ja, we doen het alle twee vanavond, eerlijk is eerlijk, want zo lang is Frankrijk ook niet. We gaan het niet morgenochtend doen. Kom. Dus over 2 weken komt die andere review online. Nee, of niet? Ja. Nee. Ik kijk wel. Jammer, dan moet ik 2 keer jou. Misschien kom ik er een keer tussen. We zien wel. 2 keer Frank, dat kan niet hoor. Nee. Nog 1 keer. Inland Rabbit Chili Pepper Mysterie. Ja, het is een kutnaam, maar onthou hem even. Ja. Sorry. Wat ben ik toch aardig voor mijn gasten. Ach ja, ik kan me altijd uitkleden. Oh, waarom zou ik dat doen eigenlijk? Hè? Dit ga ik eruit knippen hoor. Uitkleden. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben niet van de mannen. Nee, wel van biermannenliefde, maar niet... Dat is wel lekker, ja. Ja, dat is wel lekker. Maar Hema, toch? Die is bijna Hema, ja. Maar die is van... Oedipus. Tot de volgende keer. Maar als je geen abonnee bent, dan ga je dat godverdomme nou gewoon even doen. En duimpje omhoog en even abonneren bij een Inland Rabbit Chili Pepper Mystery. Tot de volgende keer. Tot de volgende Mystery Beer. Doei doei. En Simon, nogmaals, dankjewel.